In de vlog van vandaag pak ik weer een nieuw klusje aan. Oké, de koelkast. Natuurlijk is er weer een ongemakkelijke interactie. Er gebeurde wel nog iets heel gênants bij de Febo. Een update over mijn leefritme. Het gaat helemaal niet goed met mijn ritme. En een verrassend resultaat bij de stemwijzer. Nou, daar komt de uitslag. Goedemorgen. Het is tijd om op te staan. Voor mij althans. Het is een nieuwe dag. Het is al bijna 11 uur. Ik ging gisteren nog heel laat de laatste aflevering van The Last of Us bekijken. Wel een beetje een vreemd einde, toch? Maar wel een mooie aflevering, heel mooi seizoen. En toen sliep ik laat en dus ben ik vandaag iets later opgestaan. Maar ik heb al wel iets nuttigs gedaan. Ik heb wat facturen gestuurd, wat herinneringen gestuurd opnieuw. Weet je nog dat ik vorige week vertelde dat het helemaal goed kwam met die factuur die maar niet betaald werd. Inmiddels is er nog steeds gewoon helemaal niks gebeurd. Wel iedere keer zeggen van, oh ja, ik ga er meteen naar kijken. En ik heb een afspraak gemaakt met de vuilnisophaaldienst om een paar grote dingen hier op te halen, zoals die lelijke stoel die buiten staat en mijn oude bureaustoel. En ik heb een conceptje bedacht voor een samenwerking die ik deze week ga inleveren. En het is een beetje een gewaagd concept. Dat is nog wel even spannend. Ik wil deze week eigenlijk opnieuw het thema opruimen instellen. Maar dan op een andere manier dan vorige week. Toen heb ik steeds binnen 1 minuut heel veel dingen weggedaan. En vandaag wil ik even gewoon wat dingen gaan opruimen en schoonmaken. En gisteren was dat thema er niet echt. Want toen heb je gezien dat ik een leuk dagje met Jelle in Groningen was. Nou, toen heb ik wel iets opgeruimd. Ik heb zijn kerstster die er nog hing ingeklapt en in de kast gedaan. Ik vraag me af of hij dat eigenlijk heeft gezien, want hij heeft er niks over gezegd. Maar vandaag ga ik weer lekker aan de slag. Ik ga eerst even een paar uur monteren. En dan ga ik een klus doen die ik al heel lang heb uitgesteld. Namelijk de koelkast. Morgen is het 15 maart en betekent dat we mogen stemmen voor de, even goed nadenken, provinciale staten, leden van de provinciale staten en de waterschap. Echt geprobeerd om erin te verdiepen de laatste weken. Stemwijzers gedaan en bij de provinciale staten kwam ik precies uit op GroenLinks, dus dat is makkelijk. Maar de waterschappen heb ik eigenlijk nog niet gedaan, dus ik dacht, die ga ik gelijk even doen. Waterschappen, kieswijzer, waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Zorgen dat al het oppervlaktewater schoon genoeg is om in te zwemmen. Ja. Waterschapsbelasting verhogen om extra te kunnen investeren in waterzuivering. Waar gaat dit over? Waarom mag ik hierover beslissen? Ik weet dit toch niet? Straks komt er BBB uit. Maak een keuze. Ruimte voor plant en dier, ruimte voor recreatie en toerisme. Plant en dier. Oh, wat duurt dit lang? Nou, daar komt de uitslag. Op 1 staat water natuurlijk, dat is een samenwerking tussen GroenLinks, D66 en Volt. Op 2 staat 50+. Uiteindelijk waren er toch wel nog een paar dingen waar ik als natuurliefhebber en dierenliefhebber nog wel iets van vond. Maar goed, het water natuurlijk wordt het goed om te weten. Uit de nieuwe Icons collectie van Hans Anders. Oh, dit is Tom. James, begin. Oké, de koelkast. Oh. Ik zucht er een beetje bij, omdat het lang geleden is. Zelfs de buitenkant is vies. Gaat er niet af. Jelle klaagt al een tijdje dat er iedere keer als hij de koelkast open doet, dat er een beetje een vreemde lucht hem tegemoet komt. Ja, ik weet niet goed wat dat zou kunnen zijn. Misschien was dat het pakje feta dat al een tijdje lag uit te drogen. Dat is inmiddels weg. De enige manier om dit te doen is gewoon alles eruit te halen en de houdbaarheidsdatum te bekijken. Een remoulade die nog goed is tot januari 2023. Weg ermee. Boter, boter, boter. Boter mag blijven. Deze is ook vrij nieuw volgens mij. December 2022. Huh? Jammer.
Dus de ketchup is nog tot deze maand goed. Nou, je mag wel blijven. Ik wil even laten zien hoe het er nu uitziet. Valt op zich best mee, maar ik denk wel dat er vooral achterin wat dingen liggen die al een tijdje niet meer goed zijn. En die glasplaten moeten gewoon eventjes goed geschrobd worden. Dit is er allemaal uit de koelkast gekomen wat weg mag. Met als hoogtepunt geloof ik, kijk, 2022. 2023. Deze mosterd die goed was tot november 2021. Ik moet toch nog meer saus eten eigenlijk. Het was iets meer werk dan ik had verwacht. Al die plankjes en al die bakjes heb ik ook gelijk schoongemaakt. Het was een goede deep clean van de koelkast. Hij is weer bijna net zo schoon als toen ik hem kreeg. Overdreven. Ik ga even de stad in, ik ga naar de kaasboer, ik ga even wat boodschappen doen. En dan gelijk mijn dagelijkse wandeling. Zo, ik ben blij om even buiten te zijn, zeg. Ik moet natuurlijk eigenlijk officieel volgens mijn ritme 's morgens beginnen met een wandelingetje. Maar ja, ik was het aan het uitstellen, Even dit afmaken, even dat afmaken. En wat je allemaal niet ziet in deze vlog, dat ik vandaag ook nog een samenwerking moest filmen en doorsturen. En dat was iets waar ik in januari volgens mij al ja tegen heb gezegd. Maar nu de deadline naderde, kreeg ik in één keer een beetje gewetensbezwaren. Nou, dat is een beetje geëscaleerd, maar ook weer helemaal goed gekomen. Als je precies allemaal wil weten. Ik heb er wel over verteld in Kijk maar even de podcast. De podcast die ik maak voor mijn betalende leden. Als je lid wil worden, kijk even op kijkmaareven.com. Kun je de podcast gewoon luisteren op Spotify of in je eigen podcast app. Dan weet je precies hoe het allemaal zit. Maar goed, ik ben blij dat het is opgelost. Het is klaar. Flinke hond. Verwachtingen niet al te hoog spannen, maar deze wandelingetjes worden volgens mij echt 100% prettiger en minder desolaat zodra het echt lente of zomer wordt. Ik had een lekker broodje vitaaltje gehaald bij de Febo, ik had niet echt geluncht. Beetje laat voor een lunch, maar oké. Ik dacht, die eet ik even lekker op hier op het bankje op het marktplein. Maar als het dan eigenlijk net iets te hard waait en ik heb heel optimistisch niet mijn winterjas meer aangedaan, dan is het gewoon eigenlijk te koud en dan voelt het gewoon zo treurig. En dan denk ik, oh, ik heb gewoon een huis met een verwarming. Maar ja, het is wel lekker om even buiten te zijn. Er gebeurde wel nog iets heel gênants bij de Febo. Waarschijnlijk weet je wel dat als je een poes wil roepen, dan doe je pss, 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 of pss, pss. Iedere kat, tenminste de meeste katten, alle katten die ik ken, die kijken dan meteen zo op. En dan ga ik iets gênants vertellen. Maar Jelle en ik roepen elkaar soms ook zo. Bijvoorbeeld als we in gezelschap zijn en we willen even elkaars aandacht, maar we willen niet zo over de tafel roepen. Hé, Jelle! Dan doe ik even zo. Echt letterlijk catcall eigenlijk. En hij doet dat ook bij mij en ik reageer er altijd super goed op. Soms is hij 10 meter verder weg en dan hoor ik zo. En dan kijk ik alweer. En nu had ik mijn broodje vitaaltje besteld en ik stond erop te wachten. Het duurde best lang. En de eigenaar van de Febo die stond gewoon een beetje achterover geleund, achter de toonbank. Beetje zo, een beetje te neurien, een beetje heen en weer te wippen op zijn benen. En een beetje zo, ja, hoe noem je dat? Een beetje zo door je tanden ademen of zo. Een beetje lucht naar binnen zuigen. Zo. En in één keer doet hij het een beetje hard en dan hoor ik echt zo. En ik zo, uit automatisme kijk ik meteen om naar hem, alsof hij mij roept. Zo van, je broodje is klaar. Alsof de man van de Febo mij ooit zo zou roepen. Dus ik keek snel weer weg, alsof er zo niks aan de hand was. Maar nou, daar kan ik ook niet meer komen. Verder bij de kruidvat nieuwe CeraVe gehaald. Heet dat? CeraVe? Curavi. De face wash die Jelle heeft geïntroduceerd in mijn douche. Die ik ook heel fijn vind. En dus ook gebruik en dus op had gemaakt. En een heel lekker stukje nieuwe kaas van Echte Liefde. Ik ben mijn stempelkaart vergeten te laten stempelen. Zou ik er alsnog heen gaan om het alsnog te laten doen? Ah, waarom vroeg ze dat niet? Ik had het speciaal meegenomen. Het zijn ook geen stickers, het zijn echt stempels. Dus je moet je kaart ook meenemen. Verdorie. Een heel lekker stukje oude kaas. Weer iets anders dan vorige keer, geen boerenkaas. En nu ga ik nog even wat boodschappen doen. Ik denk dat ik even naar de Hoogvliet ga. Niet mijn favoriete supermarkt, maar wel de dichtstbijzijnde.
kaas. Ik ga koken, maar ik moest eerst nog even de koelkast opnieuw inruimen. Want al die plankjes om er nog even af te druipen. En dit is het geworden. Weinig. Dus er is heel veel plek. Simpel AVG'tje gekookt, althans de V is vegetarische soort drumsticks. Waarom is het nou weer die vorm? Nou ja, misschien werkt het wel, want ik vond het interessant om te proberen. Maar daardoor zijn ze wel heel dik. Ze zijn van Vivera volgens mij. Nou, was bang dat het heel droog zou zijn, maar zeker niet droog. Heel kippig en een beetje spicy. Nou, daar ben ik blij mee. Eindelijk weer eens een keer een vlees vervangen met wat pit erin. En ik ga lekker kijken naar een nieuwe aflevering van Het Echte Leven in de Dierentuin. Wat een genot is dat toch. Het gaat helemaal niet goed met mijn ritme. Het is nu 11 uur, dus ik moet eigenlijk naar bed. Maar ik ben nu pas klaar met editen. Tenminste, ik ben niet eens echt klaar, maar ik vond het gewoon wel mooi geweest voor vandaag. Maar nu moet ik eigenlijk nog eerst even relaxen voordat ik kan gaan slapen. Dit is dus hoe het was. Hoe het niet meer moet zijn. Maar goed, vandaag was wel een uitzonderlijke dag met struggles. Morgen pak ik de draad weer op. En morgen ga ik ook naar mijn ouders. Eigenlijk een beetje op een soort kraamvisite. Bij hun nieuwe koffiezetapparaat. Ze hebben eindelijk lekkere koffie in huis, schijnt. Nou, daar moet ik natuurlijk komen testen. Ik zou morgen ook nog met Mirjam allemaal troep naar de kringloop gaan brengen. Die ik de afgelopen weken allemaal weggegooid. Maar Jelle die stuurt af en toe berichtje en zegt hij: oh, heb je dat ene mooie bordje ook weggedaan? Die wil ik anders wel hebben. Of heb je die mooie kandelaar van Hey weggedaan? Die wil ik anders ook wel hebben. Dus ik heb gezegd: oké, ik laat het allemaal nog even hier staan tot het weekend. Dan kan Jelle nog even rustig in die tas neuzen. En dan ga ik het volgende week wel weggooien. Dat is misschien wel handig, want er komt waarschijnlijk ook nog best wel wat troep bij de komende dagen. Ik ga er even bij liggen, want ik had gezegd: laat in de comments vooral een vraag achter. Want het lijkt me leuk om in deze dagelijkse vlog ook af en toe een kijkersvraag te beantwoorden. Dit is de kijkersvraag van de dag. Dit is de kijkersvraag van de dag. En vandaag doe ik de vraag van Jasper. Hoe vind je het eigenlijk om als freelancer niet echt weekend te hebben? Ik vind het namelijk heerlijk als werknemer dat je in het weekend totaal niet aan je werk hoeft te denken of te werken. Even denken, wat vind ik daarvan? Ik denk dat het vooral echt een keuze is die ik zelf maak. Ik wil zo flexibel mogelijk zijn. En dat betekent dus ook dat je af en toe buiten de normale werktijden moet werken. Maar daar ben ik ook al wel gewend van toen ik nog bij de omroep werkte. Want daar was eigenlijk bijna alle draaidagen waren in het weekend. Dat betekent dat ik of zaterdag of zondag gewerkt had. Dat ik dan maandag vrij nam. Ik vind het gewoon heel prettig dat ik nu ervoor kan kiezen om in het weekend iets te doen. Zodat ik door de week ergens anders tijd voor heb. Maar in de praktijk heb ik eigenlijk best wel gewoon weekend hoor. Ik moet af en toe gewoon even een klusje doen. Ik moet even nog die video inplannen. Even nog wat comments beantwoorden. Maar zeker als Jelle hier in het weekend is, dan zorg ik wel dat ik gewoon al mijn werk af heb. Zodat ik niet moet gaan zitten werken als hij er is. Want dat is ongezellig en zonde van de weinige tijd die we samen doorbrengen. Dus ik heb eigenlijk nooit echt een baan gehad waarbij je in het weekend helemaal niet meer aan je werk hoeft te denken. Het feit dat ik nu af en toe in het weekend moet werken, daar staat dus tegenover dat ik op andere momenten dan weer lekker vrij ben. Dankjewel voor het kijken en hopelijk zie ik je weer bij de volgende. Kijk maar even. Doei! Was ik maar een poes.